jaren in het Erasmus MC vanwege het Erasmus Trust Fonds. Zijn leeropdracht luidt evaluatie van vroeg opsporing van ziekte. Professor De Koning studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden, zowel van de NIH in de Verenigde Staten, ZONMW, KWF kankerbestrijding, als van een aantal maatschappelijke organisaties. Professor De Koning heeft vele internationale publicaties in uitstek. Professor De Koning, ik heet u van harte welkom binnen de academische gemeenschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam en nodig u uit uw oratie. Meneer de Rector Magnificus, leden van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, leden van de raad van bestuur. Het leven is een mysterie en geldt dit niet des te meer voor zijn tegenhanger, de dood. Er zijn talrijke theorieën omtrent de oorsprong van het leven dan wel het einde van het leven. En natuurlijk in dit Darwinjaar is de evolutietheorie en daarmee de eindigheid van ons bestaan misschien wel populairder dan ooit. Maar er is ook het scheppingsverhaal en de indicatie van het oneindige van ons bestaan. Er is de theorie van een oneindig bewustzijn geformuleerd op basis van bijna doodervaringen van patiënten. Er bestaan Japanse verhalen over Shinigami. Deze Shinigami's zouden tegenwoordig, uit verveling, om niet als streven te worden aangemerkt, steeds minder vaak namen noteren. Het is een feit 150 jaar spectaculair is toegenomen. Rond 1850, de linkerkant van het plaatje, bedroeg de levensverwachting in Nederland gemiddeld 39 jaar. Dus gericht op de volksgezondheid, in feite een optelling van de gezondheid, om in feite dit blokkerend enzym te blokkeren, zodat de cellen zich niet meer kunnen delen of in ieder geval niet meer afdoende kunnen delen. Maar dat is individuele opmaattherapie. Maar bij vroegopsporing en preventie hebben we het over de populatie. Op individueel niveau kunnen we eigenlijk moeilijk voorspellingen doen. We weten niet wie de aandoening al heeft, bij wie die doorschiening ontdekt kan worden en bij wie van tijd de behandeling is. Het kwantificeren van de eventuele positieve gezondheidseffecten. Dat wil ik graag illustreren aan de hand van borstkankerscreening. De evaluatiecyclus kan behoorlijk lang zijn. Hier ziet u in 1927 werd de eerste röntgenfoto van de borst gemaakt van een paar commerciële bedrijven. Kinderen zijn ondervraagd met hoe vaak je lekker voelen in de toekomstlijst. En er werd vastgesteld dat al eerdere risicotaxaties op 1 en 2 jaar leeftijd terecht zijn geweest. En ze zijn nu op weg naar de pediatrische basisscholen, waar ze elkaar onderzoek aan doen. Mijn vader krijgt een echo van de buikslagader en mijn moeder krijgt een echo van de slagader naar de eierstok. Dus ik wil graag eindigen met nog twee illustraties van toekomstige onderzoeken waar we ons mee bezighouden. Bijvoorbeeld het structureel echoscopisch onderzoek, de zwangerschapsecho bij 20 weken, of helaas de vermissing linker. Dan ziet u mogelijk dat er hier iets mis is op dit plaatje, omdat dit een zogenaamde open ruggetje is. Dames en heren, via het eerder getoonde scala aan onderzoek lag onze onderzoeksgroep inmiddels met bijna 35 vrouwen en mannen de gezondheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren. Zonder samenwerking met externe groepen bestaan we gewoon niet. Dat zal de collega Lex Beurden ook uitdrukken. De lijst van personen die in dank wordt is soms langer dan de resultatensectie zelf. Vele kan ik nu, of straks zei ik dat, dat ze weer te vaak genoegen moesten nemen met een voetbalshirt als ik weer van werkreis terugkwam. En ik wil uiteraard Bianca bedanken voor haar vrijwel onvoorwaardelijke liefde en steun voor mij na al die jaren. En externe partners. Een bescheiden, maar belangrijke bijdrage te leveren in de verbetering van de gezondheid